Welkom bij Techniek van de Week. Mijn naam is Bas en vandaag ga ik eventjes een uitleg geven van de Wrist Escapes. Of gaan we er eigenlijk iets verder op. We hebben de vorige keer gekeken naar puur de escapes. En nu gaan we kijken hoe kan ik, als ik die escape gedaan heb, een nieuwe techniek aanleggen. Als het ware een techniek terug aanleggen. Ik heb Jeffrey vandaag er weer bij en hij gaat mij eventjes helpen. Jeffrey. Goed. Hij staat tegenover mij. Hij heeft mij vastgepakt. Met gewone wrist escape. Dit is een beetje de basis waar we meestal van uitgaan. Verderop gaan we wel even kijken wat er gebeurt als je hem anders vastpakt. Maar dit is eventjes de basis. Ik ga naar buiten draaien. Dat is eigenlijk de techniek. Nou, je ziet al dat ik hem hier eigenlijk over kan pakken. Ik heb nu hem vast. Het is niet gezegd dat als hij nu niet weer door gaat draaien, dat hij bijvoorbeeld ook weer los kan komen. Ja? Dus ik moet nu wel op tijd zijn. Ik ga indraaien en ik pak meteen zijn pols, eigenlijk zijn hand vast. Mijn hand gaat over zijn handpalm heen aan de buitenkant. Mijn duim gaat net iets voorbij zijn duim naar binnen. En zo pak ik hem vast. En ik zorg dat zijn pols een beetje krom is. Dus nog één keer. Eén. En hier pak ik hem over als het ware. Mijn andere hand die komt nu los en die gaat naar zijn elleboog toe. Dus gauw die elleboog zie, trek ik die een beetje in en duw ik hem naar beneden. Ik duw hier zo deze omhoog. Je moet hem niet helemaal zo trekken. Dan red je het niet. Hij moet net een beetje overstrekt zijn. En nu druk hem naar beneden. Je ziet dat hij dat niet fijn vindt. Hè? Dus nog één keertje. 1, 2, 3. Je moet met deze klem alleen heel voorzichtig zijn. Want je kan iemand er echt goed pijn mee doen. Dit noemen we het bokkenpootje. 1, ik ga erin. 2, mijn hand komt erbij. 3, die schuift door. 4, trek hem een beetje naar binnen. 5, ik duw hem naar beneden. Waar je eventueel nog voor kan kiezen, als je ermee wegkomt en iemand heeft niet te dikke armen, dan kan ik tot deze erbij doen. Ik ga hier zo eroverheen en ik knijp hier zo boven in die spierbuik. Dan zet ik even twee vingers in. Je ziet, dat vindt hij ook niet fijn. Hè? En in combinatie met die is dat helemaal effectiever. Maar het is belangrijk dat hij een beetje krom is. Dan kan ik eventueel knijpen, maar ik kan hem ook gewoon vasthouden en klemmen. Dat is eigenlijk dat bokkenpootje. Nou, als je mijn kruislingsbeen pakt, dan zul je zien dat ik hem eigenlijk nog steeds kan toepassen. Alleen hij ziet er net iets anders uit. Want ik moet hier zo eventjes even die hand overpakken. Ik moet heel eventjes gaan kijken en hier zo'n klemmen. Dus die is gewoon het is minder handig is het. Maar het werkt nog steeds. Hier zo. Je kan hier zo ook eventjes ervoor kiezen om te zeggen ik ga naar een iets andere klem toe. Op deze manier. Dus nog één keertje. Hij heeft me kruislinks gepakt. Ik ga er hier zo overheen. Ik pak hem hier zo even beet. Nu moet ik even een beetje rommelen, want ik moet die pols draaien. Dat is heel belangrijk. En dat doe ik dus gewoon op deze manier. Nou, je ziet, dat vindt hij ook niet fijn. Hè? Maar inside is hij makkelijker en dat is ook de basis. Goed, dit was eigenlijk eventjes de de wrist escape, inclusief een klem. Jeffrey, dankjewel. En dit was eigenlijk de eerste, het bokkenpootjesklem. Je ziet dat je hem kruislings kan doen. Aan de ene kant is het wel het makkelijkste. En dat is eigenlijk ook de basis die je moet kunnen. Goed, dankjewel voor je aandacht. En ik wens je een prettige dag verder. Oké, hoi.